Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Op de achtergrond gameplay zie je natuurlijk weer een map van de nieuwe DLC op Advanced Warfare. Ik gebruik hier ook het nieuwe wapen. Dit is een Light Machine Gun Shotgun Hybrid. Want wat je hiermee kan doen is, je kan hem gebruiken als een Light Machine Gun. Dan heb je 40 kogels erin zitten. Langzame reload natuurlijk, langzame inzoom, langzame beweging, omdat het een Light Machine Gun is. En hij heeft ook redelijk veel recoil, dus dan moet je ook opletten. Of je zet een grip op of zo, dan valt het natuurlijk wel weer mee. Maar je kan hem ook veranderen naar een shotgun. En als je dat doet, dan heb je ook 40 kogels erin zitten. En dan kan je dus al die 40 kogels kan je eruit knallen. En kan je gewoon de kills mee oppakken. Ik vind die shotgun mode niet echt heel erg goed. Niet echt heel erg lekker. Dus ik gebruik hier in deze achtergrond gameplay op de nieuwe map Climate ook gewoon de Light Machine Gun variant. Maar misschien is de audio kwaliteit iets minder natuurlijk. Want ik zit in mijn hotelkamer. En ik neem het op met een ingebouwde laptop microfoon. Dus ja, ik zit ook op dit moment nog in LA. Dus dat is natuurlijk super. Ja, ik kan er heel veel over zeggen. Maar dat is echt ziek gewoon. En ik mocht deze gameplay eerder voor jullie uploaden. De map Climate is een heel klein mapje. Echt een heel klein mapje. Waarin je een rondje in een rondje hebt. Op dit moment loop ik in de buitenste cirkel. En dat is de cirkel waar je gewoon een beetje rust hebt. En ik zoom nu in naar de binnenste cirkel. Die binnenste cirkel is echt wajo druk. Echt wajo druk. Dat is niet meer normaal. Als je daarin staat en er komen enemies van twee kanten, ben je dood. Klaar. Punt uit. Dus ik loop nu naartoe. Ik zit de enemies te zoeken. Hé, waar zijn jullie? Hallo, hallo. En ik ben dood. Dus mijn tip is, ga niet al te veel naar het midden. Want je kan er dus heel veel kills oppakken, maar je kan er ook heel veel deaths oppakken. En ik denk niet dat je de hele tijd heel veel deaths wil pakken en ook heel veel kills. Maar dat je beter gewoon ervoor kan zorgen dat je dus iets minder kills oppakt, maar veel minder deaths. En dat doe je op de manier door in de buitenste cirkels rond te blijven lopen. Ik zit de map ook zelf een beetje te onderzoeken, want ik wist zelf ook nog niet hoe die in elkaar zat gedeeld. Maar ja, weet je, dit is gewoon weer zo'n klein actievol mapje waar je echt ook gewoon geluk in nodig hebt. Heb je geen geluk in deze map, dan gaat het niet lukken. Klaar, dan gaat het echt niet lukken. En in Call of Duty heb je soms even geluk nodig, maar in deze map heb je veel geluk nodig. Want je wordt gewoon letterlijk van elke kant beschoten. Dat is niet normaal. Er is ook nog iets speciaals in deze map, want op een gegeven moment, op de helft van het bordje ongeveer, gaan de stroompalen, ik weet niet precies wat het echt is, die gaan uit. Die zet het water onder stroom, omdat ze kortsluiting of iets dergelijks veroorzaken. En dan kan je dus niet meer het water in, want dan ga je dood. Omdat het water onder stroom staat. Dus je ziet me hier soms nog door het water heen lopen. Alleen op het moment dat dus die stroompalen, generatoren of wat het ook mogen zijn, het niet meer doen, dan kan je niet meer door het water heen lopen. En dan moet je dus de hele tijd dubbel jumpen over het water heen, want anders ben je gewoon de lul. Dus ja, dat vind ik weer leuk gemaakt. Weer een nieuwe interactie natuurlijk in zo'n map. En ik vind ook dat ze dat eigenlijk bij meer maps moeten doen, want het voegt iets leuks toe. Het verandert ook de gameplay zelf, doordat er natuurlijk minder routes worden gecreëerd, omdat het weer moeilijker is om ergens naartoe te komen, doordat je bijvoorbeeld niet meer door het water kan in deze map Climate. Dus ik vind het weer leuk bedacht. Ik vind het een leuk mapje ook. Heel erg snel loopt hij. Ik denk, nou ja, ze zijn, weet je, alle vier de maps van deze map pack zijn gewoon klein, klaar. Er zit geen grote map tussen, dus ik denk dat dit de één na kleinste map is. Maar je kan hem heel slim spelen. Dus als de mappack wordt gelanceerd, hier gaat bij de way die generator kapot. Als de mappack wordt gelanceerd, zorg er dan voor dat je gewoon echt deze map leert spelen. Je moet je eigen speelstijl hebben en je moet die speelstijl ook gewoon houden in deze map. Want dan ga je in deze map als een Mongool rondrennen, dan zeg je één ding, dat gaat niet lukken. Maar de gameplay zit er alweer op, want dan beginnen we tot 30 doctecs. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze gameplay. Mocht je nou hebben genoten, ram dan natuurlijk op die like knop. Je kan ook de andere maps nog uitchecken op mijn kanaal natuurlijk. Ik kan ze veel eerder uploaden, dus als je dat wil, ga naar mijn kanaal. En ik zie jullie hopelijk ook weer bij de volgende video, mensen. Bye bye.